wat te doen bij een brandwond. Een glas kokend heet theewater over je been, even met je onderarm die gloeiend hete rand van de oven aantikken, of bijvoorbeeld per ongeluk knoeien, waardoor je gootsteenontstopper over je handen heen krijgt. Brandwonden heb je in verschillende vormen en kunnen ongelooflijk vervelend zijn. Wist je dat als je snel en goed handelt, je extra schade kunt voorkomen? Wat je moet doen bij een brandwond leg ik je in deze video helemaal uit. Je huid is het grootste orgaan wat je hebt en beschermt je tegen infecties. En regelt bijvoorbeeld zaken zoals het vocht in je lichaam en je lichaamstemperatuur. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld door extreme warmte, elektriciteit of een vloeistof de huid beschadigd raakt. En dat noemen we dan een brandwond. En dat is niet prettig, want daardoor is de kans op infecties groter. En verlies je lichaam sneller vocht en warmte. Na een brandwond kunnen littekens ontstaan. En dat kan een behoorlijke uitdaging zijn. Zo kan het leiden tot lichamelijke beperkingen, doordat een litteken niet elastisch is zoals de huid. Waar brandwonden vroeger verdeeld werden in 3 gradaties, spreken we tegenwoordig niet meer over eerste graads verbranding, tweede graads brandwond en derde graads brandwond, maar over huidverbranding, gedeeltelijke verbranding of gehele verbranding. Een huidverbranding kan erg pijn doen, is de minst erge vorm en ontstaat bijvoorbeeld wanneer je te lang in de zon hebt gelegen. De huid is vaak rood of roze gekleurd en kan droog en pijnlijk aanvoelen en is soms wat opgezwollen. Bij een huidverbranding is de huid niet stuk en is er ook geen sprake van een wond. Daarom wordt het ook geen brandwond genoemd, maar dus een huidverbranding. Hierna komt de gedeeltelijke of gehele verbranding. Hiermee wordt niet een gedeelte of de gehele huid van het lichaam bedoeld, maar het gaat hierbij om de diepte. Dus of de verbranding gedeeltelijk diep in de huid is of geheel diep in de huid zit. Bij een gedeeltelijke verbranding kan de wond erg pijn doen. De huid is rood, roze of wit, vaak nattig en er kunnen blaren ontstaan. Bij een gehele verbranding voel je, gek genoeg, de wond nauwelijks, maar is wel de ergste vorm. Bij een gehele verbranding is de huid diep beschadigd tot in het onderhuidse vetweefsel. De huid is vaak beigebruin of zwart, droog en leerachtig. De reden dat een gehele verbranding nauwelijks pijn doet, is omdat de zenuwen zijn aangetast. Om de wond van de gehele verbranding zit de gedeeltelijke brandwond, die dus wel erg pijnlijk kan zijn. Snel en goed handelen kan voorkomen dat de schade erger wordt. En hoe je dat bij ernstige brandwonden doet, leg ik je in deze video uit. Stap 1. Let goed op je eigen veiligheid en die van het slachtoffer. Is de brandwond ontstaan door bijvoorbeeld vuur of een vloeistof en is er daardoor nog steeds acuut gevaar? Zorg er dan eerst voor dat je jezelf en het slachtoffer in veiligheid brengt. Stap 2. Zoals het bekende gezegde luidt, eerst water, de rest komt later. Dus koel de brandwond onmiddellijk met water. Let op! Zit er bij de brandwond kleding, een luier of sieraden? Haal deze dan als eerste weg, zodat je de plek echt goed kunt koelen. Het weghalen kun je ook doen tijdens het koelen. Maar zit de kleding echt vastgesmolten aan de brandwond? Laat het dan zitten. Gebruik geen koud water, want dat kan leiden tot onderkoeling. En daarmee beschadig je de huid alleen maar meer. Gebruik daarom lauw water en pas de temperatuur aan op wat het slachtoffer prettig vindt. Let hierbij op dat je de straal niet direct op de wond richt. Dat kan namelijk pijnlijk zijn. Laat de kraan zacht stromen en zorg ervoor dat het water naast de wond terechtkomt, zodat het over de plek heen kan stromen. Koel de plek zo'n 10 à 20 minuten en ga tijdens het koelen al over naar stap 3. Bel de huisarts of 112. Gaat het om kleine, minder ernstige brandwonden? Neem gelijk contact op met de huisarts voor advies. Gaat het om echt ernstige, uitgebreide brandwonden of twijfel je? Bel dan direct 112. De huisarts of meldkamer zal je verder helpen met instructies. Stap 4. Dek de wond af met bijvoorbeeld plastic huishoudfolie. Dit plakt namelijk niet aan de wond vast en de brandwond blijft hierdoor goed zichtbaar voor beoordeling door een arts. Voorkom afknelling en wikkel de folie er niet omheen, maar leg het in losse lagen erop. Heb je geen folie? Gebruik dan bijvoorbeeld steriel verband of een schone doek. Daarnaast is het belangrijk om niets op de brandwond te smeren. Dit maakt het namelijk moeilijker voor de arts om te beoordelen. Dus heb jij te maken met iemand die een brandwond heeft opgelopen? Eerste hulp verlenen doe je in deze 4 stappen. Let als eerste altijd op de veiligheid van jou en het slachtoffer. Begin gelijk met koelen en verwijder eventuele kleding. Schakel direct hulp in en bel de huisarts of indien nodig 112. En in afwachting van hun advies, dek de wond af met bijvoorbeeld huishoudfolie. Voorbereid zijn op kleine en grote ongevallen. Met de gratis EHBO-app heb je altijd de juiste informatie op zak.